Cultuur is een belangrijk instrument om Suriname als natie bijeen te houden. Dit zegt Stanley Sidoel, directeur van het directoraat Cultuur, vanmorgen na het in ontvangst nemen van het rapport Roadmap to Safeguarding, the Intangible Cultural Heritage of Suriname. Het rapport over de roadmap is een tijdlijn waarin wordt aangegeven wat er gedaan zal moeten worden om ons immaterieel cultureel erfgoed veilig te stellen en te beschermen. Sidoel geeft aan wat de rol van het directoraat uiteindelijk wordt na de toetreding van Suriname tot de conventie. We doen het niet meer zozeer uit omdat we het leuk vinden. We doen het natuurlijk omdat we het leuk vinden en een passie. Maar het is ook een morele verplichting richting deze natie. Praten over Surinaamse natie, natievorming, nationale identiteit. Dat begint met ons. Wat hebben wij aan cultuur en aan cultuurgoederen? Wat hebben wij aan kunst en kunstproducties? En het zijn die zaken die uitmaken wie Suriname is, wat Suriname is en hoe Suriname zijn voelt. En welke verhalen vertellen we? Hoe dansen wij? Wat is ons erfgoed? Wat is onze identiteit? Dit alles zijn de zaken die met cultuurbeleid te maken hebben. Hilary de Bruin, hoofd van de afdeling Cultuurstudies, benadrukte wat wordt erkend als het immaterieel erfgoed waarop er gelet wordt en waarmee er rekening gehouden wordt bij de indiening van een aanvraag om op de werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst te worden. De gebouwen zijn wel materieel erfgoed. De gebouwen, de pleinen, de parken, we hebben de deskundigen hier van de Stichting Gebouwd Erfgoed. Maar het verhaal eromheen, dat is immaterieel. Wie hebben er in het gebouw gewoond? Wat aten ze? Hoe kleden de mensen zich? Volgens welke stijl is het gebouwd? Hoe oud zijn de bouwstijlen? De bouwstijlen van onze traditionele huizen in het binnenland. De materialen waarvan ze zijn gebouwd, dat is het immateriële. Dus het verhaal achter het voorwerp dat je ziet, of het verhaal achter het gedrag van de directeur cultuur, van wie hij is, dat is het immateriële. Dus de verhalen, de gedachten, de gedragingen, dat is het immateriële. Maar het voorwerp is het materiële, maar er is een verband. Ze staan niet los van elkaar. Hilary de Bruin, hoofd van de afdeling Cultuurstudies, vanmorgen tijdens een persconferentie naar aanleiding van de aanbieding van het rapport Roadmap to Safeguarding, the Intangible Cultural Heritage of Suriname.